Kijk, dan maken we even een uiterst professionele draai om de Pingo-ruïne heen. Zodat de kijkertjes thuis weer verwend worden met mooie luchtbeelden van alles wat Drenthe ons te bieden heeft. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Roeg-vlog. Je hoort op de achtergrond de discussie. Dat is vreterij. Tussen Kees en Nanda. Hier, anders hadden ze al lang op moeten zitten. En hij is veel groter. Met de vraag welke paddenstoel dit is. Kleur, veel feller. Is het dan een nieuwe soort? Waar is Evert als je hem nodig hebt? Huh? Evert. Nou, hij is wel zeg Edwin, kun jij verduidelijking geven over deze paddenstoelensoort? Ja, ik wil hem best even proeven. Oh. Nou ja, doe, ga je gaan. Nou. Ja, en als, hij, als ik over 5 minuten nog sta, dan weten we in ieder geval zeker dat het geen giftige was. Ja. Ik vind dat toch een te groot risico. Ja? Jij moet ook nog vliegen. Oh ja, is ook zo, dat ga ik eerst doen. Ja, doe dat maar even. Maar, Evert had het ook zo gezien hoor. Je staat boven op anderen ondertussen. Dat zien de mensen thuis. Oh. Maar jij dacht dat dit een vliegenzwam was. Ja. Nou, zonder stippen. Ja. Ja, die, dat die nog moeten komen, net als rimpels. Nee. Want de stippen van een paddenstoel, van een vliegenzwam, dat zijn het velletje, het hoesje waar die in zat. En die breekt als hij er doorheen gaat. En die blijven erop zitten. Daar, en nou, hier hebben we ook weer wat geleerd. Hier hadden ze op moeten zitten. Dus dit is maar jij weet niet wat het is. Nee, ja, ik zat aan een Russel laten denken. Maar Evert! Nou, deze journalist die heeft even deze paddenstoel door Obsidentify gehaald. Ja. En, wat dacht je? Braakrussula. Ja. Ik had het net al gezegd, hè? Ja. Je had het goed. Sorry, Nanda. Ja, doei. Maar ik ben wel creatief, hoor. Een vliegenzwam zonder stippen. Ja, ik ga op zoek naar een andere. Die, ja, okay? Is goed. Ja. Goed. Ja. Wie is hier zo hard aan het werk geweest? Henk? Dat is de das. Oh, de das. Ja, dat is hier de das. U bent niet zelf aan het graven geweest. We hebben wel een beetje geploegd hier. Ja. We houden hier dus rekening mee, vooral wat die das doet. En kunnen we ook sporen zien van die das? Zeker, zeker. Oh, laat eens even zien dan. Nou, wat hebben we hier? Kijk, hier Loes. Hier zie je heel mooi die pootjes. Die teentjes, 1, 2, 3, 4. Die teentjes, ja. De duim die zit daar rechts, want dit is een uitgaande. En dat is een ingaande spoor. Dus, en dan gaan ze daar zo richting bos? Ja, richting het bos. En ze gaan gewoon overal graven, hè, voor wurmen. En wat ze dus ook doen, is muizenholen uitgraven. En dat, ze vreten ook gewoon muizen op, hè? Ja. Maar daar is dit soort akkers is ook heel erg geschikt voor. Voor muizen en roofvogels. En patrijzen. En patrijzen, ja. Patrice. En Patrice, wie is met de Patrice? Is dit nou ook nog kritisch, Edwin? Qua wind? Ja. Hij piept nu niet. Nee, deze kan wel wat hebben inderdaad. We hebben een wat andere drone en die kan wel wat hebben ook qua wind. Maar het waait wel hard. Ja. Het is vooral de bedoeling om met een volle batterij weer terug te moeten vliegen naar de... Nou, waar die opgestaan naar de basis. Dat is belangrijk. Ja. Ik ben nu bij de Pingo-ruïne. Kijkt u maar even mee. Ja, ik zie mezelf en... Oh ja. Oh mooi. Dat dacht ik ook. Kijk, dan maken we even een uiterst professionele draai om de Pingo-ruïne heen. Zodat de kijkertjes thuis weer verwend worden met mooie luchtbeelden van alles wat Drenthe ons te bieden heeft. En wat zien jullie nu? Is dit dan de Braakrussula met stippen? Voor jou een vraag, voor mij een weet. Nou, Nanda? Ja, ik heb weer wat geleerd. Wat is dit dan? Dit is nog niet een zwam. Jawel, hè? We blijven nog even in de zwammen sferen, hè? We blijven zwammen. Ja, jij wel. daar gaat jouw vraag straks over een paddenstoel. We gaan eerst nog even naar het goede antwoord van vorige week. Paulien, jouw vraag had alles te maken met deze kokosnoot. Wat was jouw vraag ook alweer? Mijn vraag was, hoe verspreidt de kokosnoot zich op een natuurlijke manier over de aardbol? En hoe is dat? Dat is via de zee.
Via de zee? Ja, want de kokosnoot kan drijven. En die kan zelfs 100 dagen gewoon op zee ronddrijven, dobberen. En dan komt hij ergens aan op een eiland of een land. En daar wordt het een palmboom. Fantastisch. Maar is het niet zo dat dieren ze ook meenemen en eten? Nee, dat is op korte afstanden. Hmm. Maar echt de wereld veroveren, dat doet hij door de zee. Met de zee mee te gaan. Te varen op de zee. Mooi. Ja, Kees, en dan gaan we nu naar jouw vraag. Waar staat dat ding? Hier. Waar je het over wil hebben? Dat is een paddenstoel. Ja, deze, hè? Ja. En wat is dan jouw vraag? Welke paddenstoel is dit? Wat is de naam van deze paddenstoel? Is dat een sesamzwam, een parapluzwam of is dat een parasolzwam? Nou, weet jij het goede antwoord? Laat het dan hieronder achter in de reacties. Volgende week vertel jij wat voor een dat is. Ja, dat doe ik. Oké, nou, tot dan. Hey, doei. Doeg.